Hey guys, ik denk dat de receptvideo van vandaag een van de kortste ooit gaat zijn. We gaan namelijk aan de slag met het maken van hele makkelijke en snelle vlamkoeken. En daar ben je letterlijk nog geen 5 minuten mee bezig. Ze moeten 10 minuten aan een kwartiertje in de oven en dan zijn ze klaar. En that's it. En ze zijn super lekker. Dus laten we gewoon gaan kijken. Voor de super snelle vlamkoeken zijn dit de ingrediënten die we nodig hebben. Ik heb hier allereerst de tortilla wraps. Die gaan dienst doen als bodem. Dan heb ik hier natuurlijk de crème fraîche en de andere standaard ingrediënten voor vlamkoeken. Dus dat zijn spekblokjes, geraspte kaas. Geraspte kaas. En ui, die heb ik in halve ringen gesneden. Het ding met vlamkoeken is, als je de bodem eenmaal hebt, en die heb ik nu natuurlijk super snel, dat je echt zo klaar bent. Dus dit is echt een heel erg makkelijk recept. Ik neem een tortilla wrap. Die smeer ik in met crème fraîche. Voor een klein beetje extra smaak strooi ik daar wat zwarte peper overheen. Dan mag daar geraspte kaas overheen. Gebruik zoveel als je wil. En vervolgens verdeel je de halve uieringen en wat spekblokjes over de tortilla wrap. Ongeveer zo. En dan is het serieus klaar om al de oven in te gaan. Zo makkelijk is het dus. Bak deze nu op een rooster of een bakplaat in het midden van de oven. Die heb ik voorverwarmd op 180 graden. In ongeveer 15 minuutjes gaar. Dan wordt de bodem wat harder. Smelt de kaas en dan zijn de spekjes in de ui gaar. That's it. De geur van spekjes en de ui is zo lekker. Mijn hele huis ruikt er nu naar. Daar word ik heel erg gelukkig van. Maar goed, ik heb hier in ieder geval een kwartje van een tortilla wrap afgesneden. Zoals je kunt zien is de wrap mooi stevig geworden. Ik kan hem zo oppakken zonder dat hij helemaal dubbelvouwt. Dus dat is een goed teken. De ui is mooi gaar, de spekjes zijn gaar. En de kaas is gesmolten en hij ruikt goddelijk. Dus, nu hoop ik dat hij lekker smaakt. En dan is het echt een perfect recept. Ik ga gauw proeven. Zo lekker. Wat ik dus super grappig vind, is dat vlamkoeken natuurlijk al sowieso al gemaakt wordt met een flinterdunne bodem. En die tortilla wraps zijn daar zo'n perfect alternatief voor. Ik weet niet meer hoe ik op het idee kwam. Volgens mij heb ik het gezien bij Pinterest of zo. Maar degene die dit verzonnen heeft, oh echt, petje af. Het is zo goed gelukt. De bodem is lekker krokant, flinterdun zoals die hoort. En verder smaakt het gewoon exact zoals vlamkoeken. Maar dan ben je een stuk sneller klaar. Dus wat mij betreft, heel erg geslaagd. Mocht je vragen hebben aan de hand van dit recept, stel ze dan gerust. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Je kunt natuurlijk de tortilla wraps ook gebruiken als pizzabodem. Smaakt wel net even iets anders, maar goed, wat jij wil. En verder wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond en ik hoop dat je je abonneert als je dat ook leuk vindt. En dan zie ik je snel weer, denk ik. Doeg!